Goeiemorgen, graad 9. Ons doen elektrostatische krachten vandaag. Soorte elektrische ladings. Elektrische ladings wat nie beweeg nie word elektrostatische ladings genoem. Positieve ladings is in die kern en word die protone genoem. Negatieve ladings is in die energievlakke om die kern en hulle word aan die elektrone genoem. En dan die neutrone dra geen ladings nie. Hoe voorwerpe gelaai word? Alle stof is opgebouw uit atome. Een neutrale atoom het evenveel protone als elektrone. Lithium is het derde element op die periodieke tabel. Lithium het 3 protone en 3 elektrone. Dit is dan een neutrale atoom. Een voorwerp word positief gelaai as dit elektrone weggee. Dit beteken dat dit 'n tekort het van elektrone. As jy gaan kyk, sal jy sien ons het evenveel positieve en negatieve ladings op hierdie eerste staaf. Die tweede staaf is dan positief gelaai want hy het minder elektrone en hy het meer positieve deeltjies. Hoe voorwerpe gelaai word? Een voorwerp word negatief gelaai as het elektrone opneem. Een negatieve voorwerp het minder protone as elektrone. In die eerste staaf is het neutraal, want dit is evenveel positieve deelkies en negatieve deelkies. Negatieve staaf, het tweede staaf is dan negatief gelaai, want jy sien meer elektrone as wat jy protone sien. Een gelaaide voorwerp oefen kracht op ander voorwerpe uit. Die kracht wat gelaaide voorwerpe uitoefen is elektrostatische kracht. Ladings. Wat je krijgt is positieve lading en negatieve lading. Dit is dan elektrostatische krachten en dit wordt dan ook aantrekkingskrachten genoemd. Positief en negatief wat elkaar aantrek. Positief is voorwerpe het elektrone weggegee. Onthou, protone kan nie beweeg nie, en die negatieve is voorwerpe het elektrone opgeneem, bygekry. Slegs elektrone kan oorgedra word, protone kan nie beweeg van die een voorwerp na die ander voorwerp nie. Praktiese onderzoek, die doel is om die kracht deur twee gelade voorwerpe te onderzoek, metode 1. Gaan jy plastieklining haal en jou woldruif wryf, laat hang die plastieklining haal in een garingdraaikie, wryf die ander plastieklining haal en dieselfde draai, hou dit na by die linie haal en wat hang, en dan moet jy vir my sê wat jy waar geneem het. Die volgende prakties, metode 2, wryf die plastieklining haal en jou woldruif, laat hang die plastieklining haal in een garingdraaikie, hoe nie aan die liniaal vat nie, want dan ontlaai jou. Wryf die ander plastiek liniaal met een sylap, hou dit na by die liniaal wat hang, sê wat is jou waarneming. Die experiment werk die beste in droe weer, in reënweer is daar vog in die lucht, dan werk die ladings nie lekker. Kragte tussen lading, gelijksoortige ladings, positief en positief of negatief en negatief stoot mekaar af. Hierdie is dan afstootingskragte. Ongelijksoortige ladings, een positief en een negatieve lading trek mekaar aan. Hierdie is dan aantrekkingskragte. Energie van die lading. Om een voorwerp te laai is een van die methodes om het te wryf. Deur die voorwerp te wryf word werk verrig en energie word oorgeplaas. Die gelaaide voorwerpe is een positieve en negatieve lading stoor energie. Energie word gestoor in die vorm van potentiële energie. Selle skei ladings en daardoor word potentiële energie verkry wat dan geberg word. Weerlig. Stofdeeltjies en druppels in die wolke skeer en stamp teen mekaar en word gelaai. Groot hoeveelhede negatieve en positieve ladings word geskei. Negatieve ladings versamel in die onderste deel van die wolk. Positieve ladings versamel in die boonste deel van die wolk. Hierdie ladings wat geskei is, veroorsaak
verskillend potensiële energie, weerlig ontlaai een groot hoeveelheid lading van die aarde wat een groot oorlog van energie veroorzaakt vanaf die gelade wolken naar die aarde. Hier kan je nou zien die prentjie van die negatieve ladings wat nader aan die aarde is en die positieve ladings wat dan verder weg is van die aarde. Die potentiële energie wat die wolken het word dan omgezet in elektrische energie, intense lichtenergie en dan ook in warmte-energie. Veiligheidsmaatreëls vermy buitelugaktiwiteite en onweer, skuil binnen een gebouw of een voertuig, vermy bome, aftakke, afslaankap voertuie, motorfietsen, torings, heinings, telefoonpale en krachtdrade. Vermy gebruik van telefone en ander elektrische apparaten, moet eerder nie stort of pak. Goed, julle werkkaart is dan, noem die soort kracht wat aangetref word tussen die volgende twee stawe. Een positief geleide, tussen twee positief geleide stawe, twee negatieve geleide stawe en een positieve en een negatieve staaf. Dan moet je sê, is het aantrekkingskracht of afstotingskracht. En dan nummer 2, geef 5 veiligheidsmaatreëls wat jy kan doen om jouself teen weerlig te beschermen. Ek wil wel hê dat jy kan kyk of jy nie bietjie nuwe kry nie, dat jy bietjie gaan Google en nie net die gewone goeders gegee het wat ek vir jou gegee het nie. Kyk of jy bietjie iets anders kan kry. Jy moet 'n lekker dag hê vandag. Tot ziens.